Da mestre Brinda Vandar 12 januari, dinsdag, han var i verden med ditt brief under hebreer, maar ook met de genade van deze tijd door het jaar. Die verhalen brengen voor ons van gewone leven, van gewone mensen die in sterke ontmoeting met God hebben meegemaakt en in hun leven konden ervaren Gods geest, Gods wonderen. Maken wij plaats in ons hart, tijd in ons leven voor dat woord om het te mogen ontvangen, verwelkomen en doen groeien, laten groeien in ons hart. Dan de eerste lezing uit de brief aan de Hebreeën. Broeders en zusters, het is zeker dat God niet aan engelen de heerschappij heeft gegeven over de wereld der toekomst, die ons eigenlijk onderwerp is. Hier is de uitspraak van kracht die wij lezen in de schrift. Wat is de mens dat hij hem gedenkt? In het mensenkind dat hij naar hem omziet. Hij hebt hem in korte tijd beneden de engelen gesteld. Hij hebt hem met luister en eer gekroond. Hij hebt alles aan hem onderworpen en voor zijn voeten gelegd. Dat God alle dingen aan de mensen onderworpen heeft, betekent natuurlijk dat niets hiervan is uitgezonderd. In feite, echter, zien wij nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Maar wel zien wij hoe Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen was gesteld, nu met luister en eer gekroond, omdat hij de dood heeft verduurd. Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede. God, einde doel en oorsprong van alle dingen, wil vele kinderen tot de hemelse heerlijkheid leiden. Het was dan ook passend dat hij hun aanvoerde en redde door lijden heen tot de volleinde bracht. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben één en dezelfde oorsprong. Daarom schrikt hij er ook niet voor terug hem zijn broeders te noemen. Wanneer hij zegt, ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders en uw lof zingen midden in de gemeente. Dat is in lang lezen en mooi ook te vragen wat overweging, maar met dat mooie gedachte van deze onderwerping van alles dat geschapen is aan God. Het is een beetje verbonden wat we gisteren hebben gezien met deze macht van het woord van God. En hier zien we dat God heeft alles onderworpen aan ons, aan deze schepping. En wij als kleine schepping hebben deze cadeau ontvangen. Wat is de mens dat hij hem gedenkt? Hij heeft hem met luister en eer gekroond. Hij heeft alles aan hem onderworpen en voor zijn voeten gelegd. Wij zien dat God almachtig is, maar hij heeft ook aan ons een deel van deze macht door wat geschapen is aan ons te onderwerpen. Dat is een teken van een liefde vol van vrijheid, vol van openheid voor wat wij dragen als mens. Waarom hij bewaart en hij heeft ook aan ons gegeven een doel, een oorsprong van alles. En dat is hemzelf. En dat is niet iets die niet tastbaar is als wij leven met dat doel. God is het einde van mijn leven, het einde van alles. Het verandert heel veel onze blik over de dingen en over de situaties. Daarna de psalm, psalm 8, die verbonden is met deze eerste lezing, zelfs in zin herhaald, bijna letterlijk. Heel uw schepping
hebt hij aan de mens onderworpen. Hij, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Ah, wat is de mens dan dat hij naar hem omziet? Het mensenkind dat hij zo voor hem zorgt. Niet veel minder dan een engel hebt hij hem geschapen. Hem omkleed met schoonheid en met pracht. Heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd. Runderen en schapen overal. Ook de wilde dieren op de velden. Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen. Nou, het is in deze lezing herhalen van wat wij hebben gezien bij de brief aan de Hebreeën. En wij zien deze contrast en anderzijds deze complementaire situatie. God is heel groot en wij zijn klein tegenover God, maar wij zijn gemaakt om verbonden te zijn. Dan de grootheid van God en onze kleinheid maakt één geheel. En dat maakt ons hart dankbaar. Waarom? Dat wij weten dat wij gemaakt zijn voor God. En dat wij nog bestemd zijn voor iets heel hoger dan wat wij echt beleven of kunnen zien en inzien. Daarna het evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1. Op die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Cafarnaum. En op de eerstvolgende Sabbat ging hij naar de synagoge waar hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer. Want hij onderrichtte hem niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest. En luid begon te schreeuwen. Jezus van Nazareth, wat hebt hij met ons te maken? Hij zei gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wie hij zijt, de Heilige God. Jezus voerde hem toe. Zweeg stil en haal weg uit die man. De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en hing uit hem weg. Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag. Hij heeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen hem. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Nou, wij zien hier in verhaal van een gewone situatie waarin wij zien wat ook gisteren is, in de brief aan de Hebreeën verteld werd, de macht van het woord van God. Het woord van God heeft macht om ons te bevredigen. Het woord van God heeft macht om ons een zin voor ons leven te geven. Het woord van God heeft een macht om ons te richten naar het kern van ons leven. Naar de diepste zin van ons leven. En wij kunnen echt door deze lezing vragen aan God. God, kom mij bevreden. En bevreden heeft een heel brede betekenis. Dat kan iets zijn dat ik beperking voel in mijzelf. Dat kan iets zijn waarin ik zeg, dat gaat niet vooruit. En dat zou moeten vooruit gaan. Vragen wij dus bevreden van God door zijn woord. En de genade die wij beleven elke dag met het woord van God brengt deze bevreden vanzelfsprekend. Misschien zien we niet onmiddellijk, maar na een tijd die gaat zien, maar ik kan beter omgaan met de situatie, beter omgaan met de persoon, beter omgaan met deze uitdaging van binnenuit met mijzelf. Het zijn genade van het woord van God.
Waarom het woord van God brengt de waarheid en de waarheid brengt de vrijheid. Het is wat wij zien in de kleine zin die normaal gezien onderaan staan zinnen uit de tekst van de maand, de bezinningstekst in het compendium. En vandaar staat geschreven, voor ons christenen is de vraag naar vrijheid verbonden met die vraag naar de waarheid. Dan hoe meer wij zoeken de waarheid, hoe meer vinden wij de vrijheid. Vragen wij deze genade aan de Heer dat wij meer en meer ons kunnen onderwerpen aan zijn machtige woord. En ons laten leiden door zijn geest, door zijn genade, door zijn licht en waarheid. Vragen wij dat door de voorspraak van onze moeder, de Maagd Maria. Wees groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en God zegen u.